Dag Velders, welkom in de kombuis van Botel in Ophoven. Wij hebben hier vanavond vijf gerechtjes gemaakt, we hebben ingemaakt. En we gaan eens even overlopen wat het allemaal is. We zijn vertrokken van typische herfst, groente, herfst, fruit. En Mia, een legende in veld, gaat ons helpen, gaat uitleggen wat we gemaakt hebben. Mia, wat is het eerste? Het is een gelei van een appel en munt. Aangevuld met limoncello. Ja, heel lekker. Daarna hebben we azijn. Ja, gesoogde azijn. Gesoogde azijn, je ziet de verschillende kleuren. Dit is met wijnazijn. En dit is met appelazijn. Aangevuld met kruiden, pepers en... De wortel van look zonder look zit erin. We wilden mierikswortel, maar we hebben dan uiteindelijk gekozen voor look zonder look. We gaan het nog een tijdje laten trekken en dan hebben we een heerlijke azijn. Een speciale saus, Mia. Weet je nog wat erin zit? Het is een barbecue sausje. Het is heel lekker en we hoeven het niet per se bij de barbecue te gebruiken. Ook bij andere gerechtjes zal dat smaken. Want er zitten nog wel wat lekkere dingen in. Ja, tomaten, appels zitten erin. Wat pepers uiteraard. Curry maakt het een beetje oranje. En we kunnen dat nog heel lang bewaren, want we hebben het gesteriliseerd. Hier hebben we... koolrabi in gepikkeld. Ja, en we hebben daar als kruiden mosterdzaad en kurkuma aan toegevoegd. Dat moet ook nog even staan. Afkoelen en nog even staan. En last but not least hebben we een chutney gemaakt van courgette. Ook weer met appel, omdat we heel veel appels hebben. En we hadden ook heel veel courgette deze zomer, afgelopen zomer. We hebben een beetje pikant gemaakt met pepers. En dan is dat een heerlijke smaak van zoet en zuur en pikant door elkaar. Dus ik zou zeggen, laat die oogst nog een hele zomer, een hele winter doorleven. En geniet van de herfst. Proef de herfst. Laat die vooral heel hard smaken. En tot ziens, hè. Dag!